Er zijn veel mensen die hadden nog wel iets te vertellen over die Playstation 5 Pro. Want het ging natuurlijk de vorige keer over de Playstation 5 Pro. Mm -hmm. uh, mensen die gaan hem dus waarschijnlijk niet kopen. In ieder geval mm -hmm. vier van onze luisteraars. Honderd procent <grijg> ja. van onze luisteraars gaat hem niet kopen. Okay. Uh, uh, er was nog wel even een dingetje over de, de BTW. Of de, de, de belasting. Oh. Mm -hmm. over, de, over de prijs. Drunken Sales zegt bijvoorbeeld... in de Verenigde Staten is die 700 dollar zonder BTW... omdat elke staat andere BTW-tarieven heeft. Gemiddeld gaat hij in de Verenigde Staten dus ook 800 dollar kosten. Ja. Ongelooflijk dat jullie dat als journalisten... niet even vijf minuten kunnen uitzoeken. Volgens, nou. volgens mij zeg ik dat letterlijk in de powerpraat... dat er geen taxes op zitten. Ja... Uh, al Wow, 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 wow. in één keer. Geluid is ineens. Je bent er weer echt. Van. Oh, oh. Ah. Ben ik weer in stereo? Ik sta, ja, ben je ergens tegenaan? Ben Rona ik een dolby? Open. Ben ik een dolby ja. weer? Ja, je ja, bent dolby? weer een dolby. We kregen in één keer één oor, één ja. oor, kregen wij. geluid. Okay, ja. uh, anyway, uh, volgens mij zeg ik dat wel in de Praat. Ik, ik weet het niet meer. Uh, maar inderdaad, er zit taxes op. In de meeste staten is het 10, 11 procent. Uh, dus als het 700 dollar is, zit je op 770 dollar met taxes. Uh, als je dat omreken naar euro, worden we nog steeds genaaid. Ja. ja. Er stond trouwens wel onder de prijzen, including taxes, maar dat stond nee, nee, dan dat onder die voor... van Japan. Precies. Mm. Ja. En dat is dan de enige... Ja, want ik, ik ging er dus vanuit, dat stond dus onder al die prijzen. Ik denk van, nou ja... Uh, dat het voor al die prijzen geldt. Ja, het geld, dat is voor al maar. die prijzen geldt. Ja. Okay. Maar dat is nee, dus niet alleen zo. was voor de onderste. Ja, klopt. Oké. Okay. Maar goed, wij hebben natuurlijk ook veel meer belasting. Ja, ja zeker. Ja, ja. ja. Maar er komt bij ons ook nog belasting overheen? Nee, nee. Oh, okay. dus als wij naar de winkel toe gaan, dan betalen Alles... wij gewoon het. Bedrag maar waarom, wat op de waarom staat, staat er zeg maar. bij ons dan niet including taxes? En bij de Vreemdelingen? Nou Staten. ja, bij ons had dat er ook bij kunnen staan. Maar ja. dat is voor ons standaardprocedure, zeg maar. Ja, en ja, zorg, ze hebben het, gegeven. zeg maar, bij die prijs van Japan, was het inderdaad, geloof ik, hebben ze het erbij gezet omdat het daar niet standaardprocedure is. Ah, oké. Okay, okay. ja, ja, nou goed. Uh, de, 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 dus het klopt, het is niet helemaal 700 dollar. Ze betalen inderdaad ja. ietsje meer. Ja. Maar alsnog vergeleken met Europa betalen zij veel minder dan wij. Ja, want hoe staat de dollarkoers tegenwoordig? Ja, nog steeds best wel slecht zeg maar tegenover de euro, als je het zo zegt. Dat is ook de reden uh, waarom je dus uiteindelijk alsnog genaaid wordt toch in Europa, omdat om ja, de koers gewoon zo zeker. Nood. Ook vooral door en, en daarom wordt de hele wereld eigenlijk genaaid. De yen staat heel erg laag. Oh. Uh, als je de yen vergelijkt met vier jaar geleden, dan staat die echt 20% lager of zo. zo. Um, dus het is ergens ook niet gek natuurlijk dat Sony een soort van 20% meer vraagt nu dan normaal. Maar ja. zo te zeggen. Omdat mm. die yen zo laag staat. Ah, dus daar okay. heeft het ook zeker mee te maken. Ja. Het is niet om ons uh, Beste yennen. Ja. Uh, ja, ik heb het even, net even omgerekend. Maar als je dus die 770 euro, 770 euro de dollar, dollar mm. omrekent naar euro's, ja. dan zit je nog geen op nog geen 700 euro. Ja, dat dus zit op is 695 euro. Ja, het scheelt 100 euro inderdaad. En dan komt bij ons nog eens een keer 105 euro bij bovenop dan eigenlijk. Ja. Ja. Dus. Plus dat dat bij ons ook en dat is ook flauw, weet je. inderdaad die disk is bij ons veel duurder. Ja, ook ja, 80 met, in Amerika of zo ja, en 120 ja, in. Uh, was dat is ja. voor onzin. Ja. ja, ik weet het ook niet. Dus, nou ja, goed, We ja, worden dus nog steeds genaaid. <laughs> Iedereen die daar iets over had te zeggen, ook Tobro, die zegt: uh, de, 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 dat is zonder BTW. Uh, ja, dat, dat klopt dat klopt. Is altijd zo de daadwerkelijke prijzen liggen wel dichter bij elkaar dan 699 versus 799, doe ik, ik vermoeden. Nou, nee, dus. Nee, nee. nee. zelfs meer dan 100 euro verschil. 105, dus we hebben het net gecheckt. Grand Theft Auto Man. Dat is de enige echte Vol gas gaat hij. Die zegt, hoi Pewboys. boys Wie gaat de PlayStation Limited Edition PlayStation 5 kopen... die op 21 november uitkomt? Ik koop alleen de controller. Met vriendelijke groet. Dit is wel even een dingetje. Oh shit, nou is het een dingetje. Het is tijd. Florian. Het was wel echt... Fantastisch, er was een 30-year anniversary edition van ja. de PlayStation 5 Pro en ja. de PlayStation 5 mm, Slim, yeah, sort of. ja. die je kon kopen. Ja. De Pro is gelimiteerd, uh, de normale niet. Dus de Pro die is genummerd ook. Er dus ja. zijn er uh, 12.1300 in totaal uh, van de normale. of de slim, Oh serieus? De, ja. de normale slim is niet, die is, is niet genummerd. Die is ongelimiteerd. Sony noemt, anniversary. Het, Sony noemt het een limited edition. Ja. Uh, dus ik gok dat ze hem, weet ik veel, een jaar lang uitbrengen. Ja, ze stappen uiteindelijk wel met het uh, ja. produceren. Maar, maar, uitbrengen. Maar van... vele malen meer dan. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. dat wist ik niet. Ik dacht dat ze beide uh, limited ja. waren. Ja. Um, die zien er wel echt heel vet uit. Zeker. Het, uh, het heeft een beetje het uh, design van de originele PlayStation. Ja, precies. Uh, dat, daar uh... komt het vandaan ook. Uh, er zijn er dus nogmaals 12.1300. Dat komt voort uit uh, 3 december. Uh, 3 december 1994 is de eerste PlayStation gelanceerd uh, in Japan. Um, en dus uh, brengt Sony er uh, 12.300 uit. Het is ergens een beetje een gek getal, want waarom doen ze dan niet 12.394? Ja, ik, ik, ik vond vroeg me sowieso ja. waar die 300 ja. vandaan kwamen. Ja, ja. Maar goed, Swa zouden ook kunnen zeggen: uh, voor deze 30 jaar laten we er 30.000 doen. Ja. Ja. Hadden ze ook kunnen zeggen. Ja. Um, maar um, ze hebben van de 20th anniversary PlayStation 4, dus tien jaar geleden, hadden ze er ook 12.300. En ik denk dat ze gewoon hebben gezegd dat dat gaan we gewoon nog een keer doen voor de 30 ja. jaar. Uh, dus daar komt dat aantal vandaan. Um, maar het is dus alleen de pro, echt. Uh, en dat is wel een beetje gek, want de vorige was dus eigenlijk een normale PlayStation 4. Uh, en dat, dit wordt dus een pro. Ja. Oh, dat is dus toen niet de pro die, uh, zeg maar, Nee, Dat was, was, een, dat was een, een normale ah. PS4. Zeg maar. Ja. ja. Ja, Oké, okay. er was ook nog een, een 500 miljoen PlayStation 4 Pro. Uh, die was ook heel erg gelimiteerd. Uh, die heb ik ook. Daar zijn er, oh, even uit mijn hoofd, 15.000 van of zo geloof ik. Oké, okay. um, zoiets. Die kon je vanaf uh, vorige week kon je die, uh, online bes bestellen. En het was wel grappig, want um, op een, <coughs> een of andere manier, heel veel mensen van ons die, uh, op de redactie, die zeiden van ja, die PlayStation 5 Pro, die hoef ik niet. Maar toch op een of andere manier, die ochtend, zat iedereen in de wachtrij. <laughs> ja, het begon er toch wel een beetje te kriebelen. Ja. Ik, uh, bij iedereen. Ik had ook echt zoiets van: oké, okay, ja. ja, let go. Mm -hmm. uh, hij was ook wel een stukje duurder, want het was een bundel. Er ja. zat een, uh, een DualSense Edge bij. Ja, dat is die, die soort van Pro Controller inderdaad. Ja. Uh, die is op zichzelf al, uh, al hartstikke duur. Uh, die zit erbij en die is ook in datzelfde grijs. Uh, ze hebben ook een normale DualSense in dat grijs. Uh, ze hebben die PlayStation Portal ook in het grijs uitgebracht. Uh, dus de, die hele lijn, zeg maar, heeft die... Ja, dat grijs met dat kleur, gekleurde icoontje ja, eigenlijk. echt die ja. PlayStation 1-stijl. Ja, en ja, ik denk dat, dat alle gamers, vooral de wat oudere gamers... die dat allemaal hebben meegekregen, die PlayStation 1... Uh, die, die zagen allemaal deze Pro en die dachten allemaal... oh, wauw, ja, ja. Dit, is, dit is puur de nostalgie. Um, zelfs al was je niet echt van plan om een Pro te gaan halen... triggert die toch wel iets dit, in je, dit, denk ik. Dit was eigenlijk een super slimme manier om alsnog die, die ja. Pro een soort van met een vliegwiel aan ja. te gaan jagen. Ja, want een paar dagen daarvoor hadden ze hem aangekondigd. Zeg maar echt ja. gewoon de normale Pro, zeg maar. En toen was iedereen natuurlijk in shambles om die prijs. Uh, vervolgens komt Sony met deze 30th anniversary eroverheen. Ja. En iedereen was het weer vergeten. Ja. En iedereen zei "Jee, ik ga aan de rij staan voor een 30th anniversary. Terwijl we nog niet eens wisten wat die toen ging kosten. Ja. Uh, dus ja, heel slim van Sony. Ja. Ja. Absoluut zeker. Ja. Heb je er een? Nee. Oké. Okay. Het is uh, 25 september, 10 <laughs> uur s avonds. Het is de dag voor die pre-orders live gaan. Ja. Maar niemand weet echt exact hoe, hoe laat die pre-orders live gaan. Ondanks dat ik wel een vermoeden had, maar daar kom ik later. Um, dus om 10 uh, uur s avonds, ik dacht ja, het zou natuurlijk om 12 uur s'nachts kunnen gebeuren. Ja. Die kans die acht en ik klein. Uh, Wait, maar... ben jij gewoon de hele nacht wakker gebleven hiervoor? <coughs> ik ben mijn verhaal aan het vertellen, Jezus. Ja, maar ik voel me al Ik <laughs> ben net een gekke man. Dus uh, ik zat uh, vanaf uh, tien uur, zat ik uh, braaf uh, achter mijn PC en ik, ik begon uh, zenuwachtig te worden. Oh nee. Uh, want ik heb die 20th anniversary PlayStation 4. Ja. Ik heb die 500 million PlayStation 4 Pro. Er bestaat geen wereld waarin ik niet die 30th anniversary PlayStation 5 Pro heb. Tuurlijk Punct. niet. klaar. Die moet je. Het moet, moet hebben gewoon. Uh, er zijn een hoop dingen in deze wereld waarvan ik zeg moet hebben. Maar deze was echt moet hebben. Je wist het vanaf seconde 1 zeker. Holy shit. Ja. maakt niet uit wat die kost. Moet hebben. <laughs> Goed, dus um, uh, 12 uur kwam. Uh, en ik begon uh, braaf met refreshen. En dat uh, doe ik niet op uh, één uh, monitor. Dat doe ik op meerdere monitoren op meerdere browsers. Uh, cool. Ik heb zelfs uh, mijn telefoon gepakt en nog een andere telefoon ook gepakt, zodat ik daar ook twee verschillende browsers. Dus ik zat echt gewoon met een soort van. Uh, ja, ja, hoe moet je het zeggen? Weet je allemaal telefoons? Hier, Holy Commando Center. Ja, inderdaad. Zoiets inderdaad. Uh, dus ik begon om 12 uur. Begon ik met uh, refreshen. Nou, er gebeurde dus niks. Uh, dan heb je nog een kans. Want de soort van centrale tijd. Wij lopen twee uur voor daarop. Ja. Dus ik dacht, het zou kunnen dat het om twee uur s'nachts is. Nogmaals, kleine kans, maar who knows? Oh, nee. Twee uur kwam. Uh, ik dacht, oké. Okay. En toen kwam ook drie uur heb ik het zien worden. En toen dacht ik, ja. Ze gaan hem heus niet om vier uur s'nachts of zo ineens online gooien, nee. right? Dat geloofde ik gewoon niet. Dus toen ben ik inderdaad <laughs> soort van heel hoopvol in mijn bed gaan liggen. van even een paar uurtjes pakken. Met je ogen open? Ja, precies. <laughs> <laughs> Alsof. <laughs> huh? Dus ik ben inderdaad, ik geloof om half vier of zo ben ik in bed gaan liggen. Ja, om vijf uur de weer uit. Het oh, schiet gewoon niet op. Nee. Toen ik in bed lag, zat ik nog te refreshen. Ja, ah, dat, dat werkt gewoon niet. Dus inderdaad, ik uh, ben er weer uit gegaan. Nog een bak koffie gezet. Uh, die hele ochtend uh, lopen we refreshen als een mallen. En, en elke uur dat het verder ging, wist ik van ja, we, we komen nu echt wel dichterbij. Hè, het wordt zeven uur, het wordt acht uur, het wordt negen ja. uur. Ja, nu wordt het echt wel aannemelijk dat hij straks een keertje online komt. En mijn uh, zenuwen gingen door het dak heen echt gewoon. Holy shit. Uh, het was echt adrenaline van heb ik jou daar. Um, nogmaals, ik had heel veel uh, browsers en dingen had ik open en om uh, iets over negenen ging um, de soort van de queue ging open yeah, op de website yeah, yeah, yeah. en dat wisten we eigenlijk ook niet echt van tevoren ik had daar een vermoeden van, omdat dat heeft Sony eerder gedaan, uh, zo'n queue uh, maar we wisten het niet of het zeg maar, echt een soort van refresh ding werd of dat we gewoon in een wachtrij ja. kwamen goed, om vijf over negen inderdaad ik zag ineens al mijn beeldschermen uh, tuk, 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 allemaal be uh, uh, wachtrijen dus ik dacht, oh man, here we go Vervolgens inderdaad vrienden en maar ook collega's uh, geappt van... jongens, uh, this is not a drill. Uh, het is aan, gewoon. Yeah. Here we yeah. go. Yeah. Um, en dat uur is, is misschien wel nou, een van de langste uren van mijn leven geweest. <laughs> gewoon, waarin ik echt... Jezus, kom op nou. Dus inderdaad, om, uh, om tien uur, uh, er gebeurde niks. Vijf over tien uh, ging het echt, zeg maar, los. En ik, ik, ik was snel. Een van mijn... Uh, Tapbladen, zeg maar, ja. Die was echt, holy fuck, snel. Terwijl ik nog van al mijn vrienden en collega's ook en zo hoorde van, ja, ik sta nog aan het begin van die, van die ding, was ik er doorheen. Um, en inderdaad, ik kwam op de website terecht en ik was zo snel dat ik nog niet eens, zeg maar, de post van de PS5 Pro zag. Oh. Dus ik kwam door de wachtrij heen en ik kwam op de website, puur de paniek. Want je ziet niks. Puur de paniek, want ik zie gewoon niks. Dus en, ik dacht, wat gebeurt er? Werkt het niet? Moet ik refreshen? En dan kom je opnieuw in de rij waarschijnlijk. Holy fuck. Dus inderdaad, ik heb gerefreshed. En toen dacht ik, kom ik dan opnieuw in de rij. En ja. ik dacht, dat durf ik, want ik heb nog 26 tabbladen. <laughs> ja, 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 ja. uh, ik kwam niet opnieuw in de rij. Ik kwam gewoon weer een refresh van de site. Uh, maar ik merkte wel dat de site was echt fucking langzaam. Ja, ja, ja. Dus ik, ik merkte wel van oké, okay, weet je, inderdaad, iedereen is aan het refreshen en weet ik voor wat. Dus ik kon niks anders doen dan afwachten en refreshen. Uh, en dat heb ik een paar minuten moeten doen... voordat u überhaupt de hele post kwam... van PlayStation 5 Pro en 30th Anniversary... en weet ik wat. Die heb ik letterlijk online zien komen. Oh, jongen. Uh, en terwijl dat allemaal gebeurt... het vertrouwen in mij groeit. Want vrienden en collega's zitten nog steeds in die wachtrij. En ik ja. heb al 26 keer gerefreshed. Ik, ik, ik ben praktisch al klaar. Terwijl iedereen nog aan het wachten is. Uiteindelijk, hij komt online. Ik klik hem aan. Ik krijg hem in, in winkelwagentje. mijn winkelwagentje. Mijn hartslag, jongen, echt gaat... <laughs> door mijn fucking chest heen gewoon. Trillend. Um, en daarna moet ik inderdaad mijn um, uh, creditcardgegevens, maar die staan natuurlijk al opgeslagen op mijn computer, dus het is echt klik 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 klik. Ik, ik kan zo snel door. En ik heb, ik heb alles klaar. En dan heb je helemaal onderop. je hebt altijd zo'n zo vinkje wat je dan ja. aan moet doen ja. voor als hè, voorwaarden en weet ik veel wat. En ik doe dat. En daaronder staat zeg maar je bestelknop. En hij blijft grayed out. Oh nee. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ja, in ja. wat ik op kan, niet kan klikken. Ja. Het, het, het er een... gebeurt gewoon helemaal niks. Er was iets. Iets klopte niet of zo. Ja. Dus in mijn paniek, jongen, echt. Ik, ik heb dat natuurlijk wel, wel zes keer doorgelezen. Van, hoe bedoel je? Weet je? Ik heb alles ingevuld. En ik had alles ingevuld. En wat ik ook probeerde. Het bleef great out. En ondertussen kwamen ook al mijn andere tabbladen erdoorheen. Uh, ik heb het nog snel geprobeerd op een ander tabblad. Kreeg ik hem ook in mijn winkelwagen. Kon ook niet op bestellen drukken. Ondertussen kreeg ik vrienden en collega's om me heen... die zeiden, ja, yeah, ik heb hem, ja, yeah, ik heb hem. Wat? Flip-modus. Maar echt complete, complete flip-modus. Um, ik heb dat, denk ik, drie kwartier lang soort van blind geprobeerd. Um, en niks. En inderdaad, na drie kwartier waren ze echt al lang weg. Gewoon. Ik bedoel, het heeft oh. echt bij elkaar tien minuten geduurd, denk ik... voordat ze allemaal weg waren. En vervolgens heb ik een soort van de test gedaan. Um, want ik wil uiteraard ook gewoon een normale PS5 Pro... Dus ik heb daarna een normale PlayStation 5 Pro aangeklikt. In mijn winkelwagentje. Vinkje aangeklikt. En ik kon op bestellen drukken. Dus huh? er was niks fout in wat ik deed. What? Die site gunde mij gewoon niet. Wat? Die site gunde mij gewoon niet. Want toen je de tweede keer... Want je zei je probeerde later op een andere ja. tabblad natuurlijk. Ja. En toen kwam je ook helemaal tot aan het bestelproces. Ja. Dus toen stond er ook nog geen uitverkocht bij. Mm -mm. Nee. Wat raar. Ja. Ik heb uiteindelijk drie of vier tabladen gehad... waarin ik hem nog zag... en dat hij niet was uitverkocht. Maar ik, ik, ik kon er dus gewoon niks mee. Ik heb echt lopen schelden... Oh, wow. als een malle. Uh, maar uh, no go. Dat soort dingen zijn zo fucking zenuwslopend. God, is maar. Zuur. Ja. Ja. Zeker inderdaad... Als, als mensen om je heen hem dan wel kunnen scoren. Ja. Uh, en begrijp me niet verkeerd... dat gun ik iedereen. Ja. Uh, maar ik gun mezelf ook. Ja. <laughs> ja, tuurlijk. Uh, en dat is gewoon heel erg lelijk... Uh, dus ja, dat, dat was een, uh, een lichte traumatische ja. <laughs> ervaring. Ja.